heel bijzonder. Het is een Rotterdams feestje en dat maakt het natuurlijk af. En ja, enorm gaaf. Ik had het eigenlijk niet verwacht, want roeien is een kleine sport. Dus ja, enorm gaaf. Een Rotterdams meisje met de burgemeester op een podium in het nieuwe Luxor. Ja, precies. Nou, dat maak je niet zomaar mee. Dus enorm sociaal. En ik had nog nooit met de burgemeester een handje geschud. Dus dat is gaaf. Nu is de vraag der vragen. Ga jij naar Rio 2016 de Spelen? Ticket is er nog niet. Maar de plannen en de dromen, die zijn er zeker. Wat moet er nog gebeuren? Kun je dat uitleggen? Nou, ik heb nu een eigen dubbel 2, een lichte dames dubbel 2 gemaakt. En dan mogen we de World Cup starten in april. En als we daar de snelste Nederlandse ploeg zijn en NOC-NSF stemt toe, dan mogen we naar het Olympisch kwalificatietoernooi. En daar moeten we winnen en dan kunnen we naar Rio. Ik zie aan je ogen dat het goed kan komen. Ik heb er heel veel vertrouwen in. Ik denk dat stap 1 van zo'n project is vertrouwen. En dat heb ik er enorm in. En het is enorm gaaf. Het is super gaaf om dat als 18-jarige al allemaal mee te maken. Ja.